Wat doe je op een doordeweekse dag momenteel, René van der Grijp? We beginnen met een duurloop in het bos, zeg maar 4,5 kilometer geloof ik. Daarna gelijk aansluitend op het veld, dan 's middags eten. Nou, dan na het eten weer verder trainen, ook op een roller lopen. Dat deed je vroeger in een week. Ja, inderdaad. Nou, ik ben best wel, als ik thuis kom, dat ik moe ben. Dat is ook een heel vreemd gevoel, is dat. Als je thuis komt en hier voel je dus, ja, daar moest ik even aan wennen.